Journaal Teletex en Gein, 10 augustus 2017, therapie. Arrestaties om fipronil-affaire. Dat gaat om het gedoe met de kippen en die lui moeten volgens mij allemaal een klein beetje op therapie, maar dat terzijde. Vraag om meer academische docenten. Nou, succes ermee. En dat vraagt duidelijk om een hertherapie van het onderwijs. En zoals eerder vriendelijk gezegd, succes ermee. Maar dat zullen we dan hopelijk wel zien. Iets met een deel van de studieschuld aflossen en dergelijke. Of toch het Australische systeem, wat ook niet ideaal is, want dat gaat per radio. Ik geloof ik, of misschien inmiddels ook al per tv. Dat is even onduidelijk. Dus kortom, een nieuwe therapie voor een vernielde wereld. Aldi staakt verkoop plastic tassen. Eindelijk iemand verstandig, jawel, en daarom is erachter de Duitse vlag, want Aldi is een Duits bedrijf. En het wordt dan ook lichtjes tijd dat de rest van de winkelketenwereld even in therapie gaat en het goede voorbeeld van de Aldi volgt. Veel vraag naar therapiehonden en dit is inderdaad de therapie van de titel van deze journaal Teletex en Gein van vandaag. Helaas had iemand mij gebeld en ik heb dat verhaal niet helemaal kunnen volgen en helaas kan ik er niet veel over zeggen, dat geef ik gewoon eerlijk toe, want als je en aan de telefoon zit en het 6 uur journaal moet volgen in Nederland, dat gaat een beetje moeilijk, maar goed, een therapiehond is wellicht een hond die mens en dier nader tot elkaar brengt, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet zeker, want ik moest toen nadenken over zaken aan de telefoon. Maar dat terzijde. Kortom, therapie, jawel, therapie honden. Mits en terzij je een kattenmens bent, dan wellicht in therapie kat of een therapie konijn of in therapie paard. Wie zal het zeggen? Roddels en achterklap. Gestrande Maidera vakantiegangers terug in Nederland. Teletext pagina 121. Alle Nederlanders die waren gestrand op het eiland Maidera. Dat is een onderdeel van Portugal en je wilt niet weten waar dat ligt. En die zijn terug in Nederland. En nu moeten ze nodig in therapie, want het was vrij lang onmogelijk op dat eiland dat er vliegtuigen konden landen of opstijgen vandaar. En wachten, wachten en maar wachten, daar heb je therapie voor nodig. Misschien ook nog wel een trauma-helikopter, weet ik veel. En dan wordt men op een gegeven moment depressief of misschien zelfs agressief. Slechte oogsten door extreme hitte. Teletext pagina 126. De droge hete zomer van dit jaar heeft grote gevolgen voor de oogsten in Zuid- en Centraal- en Midden-Europa. Vooral bepaalde oogsten deden het slecht, andere oogsten deden het goed. En we zien wel wat er van komt. Dit komt onder meer omdat het al maanden boven de 40 graden is. Kortom, het weer of de mens of de natuur is tijdelijk even in therapie of heeft therapie nodig. Borstgrote
bepaald. Korting, teletextpagina 403. In de Chinese stad Xiangyang of zoiets zijn de meningen verdeeld over een restaurantje dat Trendy Shrimp heet. Maar dan op zijn Chinees mogen we hopen. Het restaurant berekent kortingen aan de hand van de cupmaat van de boezem van de vrouw. En dat komt waarschijnlijk omdat er in China duistere systemen zijn en zodoende. En dan kunnen de vrouwen de mannen korting geven. Het gerucht gaat dat er in China soms wel mannen zijn die nog nooit seks hebben gehad met een vrouw. En zodoende, dan kunnen de vrouwtjes zich ook eens aardig gaan uiten tegenover de mannen, zullen we dan maar zeggen. Kortom, moet het Chinese traditionele systeem in therapie of niet? Dat weet ik niet. Normaalwijze staat hier een kopje met thee of koffie of zo. Dit keer staat er een blikje whatever. Dit heet Desperado Tequila. En dit is een algemene hint aan bepaalde landen. Dit is niet individueel bedoeld. Mocht zich iemand aanstoren. Nou jongens, proost. Huh? Dit was het mensen. Love and peace. Liefde en vrede.